Hoi, daar ben ik weer en ik heb weer een Stelton unboxing. Dit keer is die wat groter. Hij kwam ook echt gewoon met pakketdienst. Hij kwam niet via de brievenbus, wat hij normaal gesproken wel doet. Ik zit bij Francesco op de kamer, ik heb een knotje in en ik heb geen make-up op mijn hoofd, want ik had er vandaag even geen zin in. Ik denk, ik doe het zo. Sorry, maar oké, in ieder geval, daar gaat het niet om. Het gaat over de Stelton box. De vorige Stelton box heb ik niet gereviewd. Waarom? Ik vond de producten die erin zaten, ja, ik had er toch geen goede mening over. En ik weet niet, ik kon geen leuke, leuke positieve video erover maken. Dus ik denk, oké, dan sla ik hem dit keer over. Maar goed, ik heb wel weer een nieuwe binnengekregen. En dit is die van, waar zitten we? April. Bijna jarig, jongens. Als jullie dit zien, is het zaterdag. Het is vandaag vrijdag, nu ik het opneem. Ik moet even spieken hoe ik dit ga doen, hoor. Want ik ben volgende week zaterdag jarig. Heel veel mensen die vragen zich af hoe oud ik ben. Ik ben nu 22. Ik word volgende week 23. Ik ben nog klein. Ik krijg hem niet open. Het zit zo goed verpakt dat ik hem gewoon niet open krijg. Oké, zo. Leuk, joh, die sticker. Fantastisch. Hij kwam ook echt gewoon aan met de pakketdienst. Omdat hij zo vet groot is. En ik vind het altijd leuk als die Stelton-boxen altijd een ander formaat hebben. Die. En ik ga gewoon, net zoals dat ik altijd doe eigenlijk. Ik pak gewoon het eerste, of niet het eerste wat ik zie. Maar ik ga door het boekje heen. En ik zie iets van, oeh. Oh, ze hebben dit keer weer van die fruffy dingen ingedaan. En dit is het eerste wat ik zie. En dit is een potje argan-olie. Oh, en het is ook echt 29-23. Oh, production date. 29-3-2016. Is het gemaakt. En atlasargan.nl. En dit is argan-olie. Pure argan-olie. En argan-olie kun je eigenlijk overal voor gebruiken. Het is een Nederlands merk. Heel erg leuk. Zit een pompje op en is €12,95. Sorry. Argan-olie kun je overal voor gebruiken, voor je haar, voor je huid, overal voor. Het is een hele voedende olie. Ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Dan 0229 of gewoon 29, hè? Ja. En dan moet ik denk ik deze hebben. Vintage. En dit is heel duur. Cream Powder Foundation, SPF 15 en hij is €42,95. Vintage Light, nou hoop ik dat het de goede kleur is voor mij. Ik vind het altijd leuk als er van die dure producten in zitten, maar ik ben altijd een beetje sceptisch met foundations die ze erin noemen. Want dan denk ik, ja, niet elke kleur is goed voor je kijkers of je abonnees, zeg maar. Dit is hoe die eruit ziet. Hij heeft een patroontje. Hallo camera. Hij heeft een patroontje met 29. Hij ziet er echt heel mooi uit. Heel luxe. En er zit een spiegeltje in. Zoals je kan zien. Hi. En dit is de foundation kleur. Hij is wel, wow. Oké. Hieronder zit een sponsje. Heel handig met een roostertje. Waardoor als je deze wast, dan kan je hem hier gewoon indoen en dan droogt hij gewoon aan de lucht. Het is dus echt een, ja, het is echt een cream foundation. Powder stond er. Cream powder foundation. Oké, dus hij zal wel van poeder naar, of van cream naar poeder gaan. Dit vind ik heel eng. In ieder geval, het lijkt op zich nog wel de goede kleur te zijn, denk ik, hè? We gaan hem uittesten. Ik ben heel benieuwd. Ik ga een klein beetje swatchen. Ik ben toch heel erg benieuwd. Het is een cream. Het is een cream en het gaat om naar poeder. Ik weet niet of je hem kan zien, hoor. En het gaat weer terug naar poeder. Heel erg benieuwd naar. Heel benieuwd naar. Duur ding, hoor. €42. Jeetje. Oké. Fix and Rouge. Fix and Rouge vind ik zo leuk. Genoeg. €22,95. Grote producten. En dit is een Hydra Active Cream. En denk dry skin. Ja, ik denk dat dit gewoon voor je gezicht en voor overal is. Het is super vloeibaar, want ik laat net serieus gewoon een dot vallen op mijn boekje. Maar dat maakt niet uit, er zit nog genoeg in. Oké, ik kan hem gelijk even uittesten.
Ik zal hem zo even van het boekje afhalen. Ik zal zo even wat halen. Zo ziet het eruit. Ik smeer het even op mijn arm hoor. Oh. Oh, het ruikt wel heel lekker. Maar het is echt super vloeibaar. Jeetje. Oké, het ruikt wel heel lekker. Trekt ook best wel snel in. Ik geef gewoon al een mini review hier. Oké, denk er wel om dat je hem niet zo raar openmaakt als wat ik doe. In ieder geval. Maar hij is wel heel erg lekker. Hij ruikt echt zo verzorgend. Weet je, echt zo... Een goede, rijke crème. €22,95. Ook zo'n duur dingetje. Oké, ik laat het even hier zo op het boekje. En ik haal zo meteen wel even wat op. Dan. Avril Organic. 4 euro. En dit is een lipstick pencil. In een mooie roze kleur. Rose Indian. Ik ga even spieken hoe dat eruit ziet. Als je het wil in ieder geval. Open! Mooie roze kleur. Oeh. En dit is dus een lipstick pencil. En daar hoef je dus eigenlijk praktisch niks overheen te doen. Alleen dit. Dan. Even kijken. Want mijn producten zijn op. Maar er zit nog een tasje in. Ook van het merk 29. En dit is een, gewoon zo'n nepleer tasje. Super handig man. Echt handig. Als ik weer naar mijn moeder of zo ga, dan kan ik hem zo meenemen. Het tasje is, ik moet even spieken, €14. Duur tasje. Oh, super. Hij kan dus helemaal open. En je kan hier dingen in doen. Hier dingen in doen. En in het midden. En dan kun je hem zo dichtmaken. Dat klonk niet zo fijn. En dan kun je hem zo dichtmaken. Dus daar kun je mooi al je productjes in stoppen. Ik ga gelijk eens even mijn producten erin doen. Zo, mijn Fix & Rouge, mijn poeder en mijn argan-olie. Oh no! Ik loop echt te smeren met die crème, jongens. Oké, in ieder geval. Zo, die kunnen erin. Kijk nou, schattig. Oh mijn god, ik hou hier echt van. Ik vind de kleur ook fantastisch, by the way. Sorry dat ik jullie niet aankijk op dit moment. Dicht. 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 Ja, dicht. Tada! Vet cool. Oké, ik smeer even dit uit. Zo, om mezelf gewoon even in te smeren. Top. Ik hoop dat je het leuk vond. Dit was de Steltonbox. Ik zal even heel snel een beetje proberen te kijken hoeveel het bij elkaar kost. We zitten ongeveer op de €107. En dat is best wel veel voor een Steltonbox waar je €12,50 voor betaalt. Daar krijg ik ook nog heel veel vragen over. Ik zal het even snel toelichten. De Steltonbox is een box die je elke maand in huis krijgt met 5 producten. De waarde ligt altijd hoger dan de €12,50 die je ervoor betaalt. Je krijgt hem normaal gesproken altijd in je brievenbus. Is het gewoon zo'n smal pakketje die in de brievenbus valt. Dus je hoeft er niet op te wachten. Dit keer is het een wat groter pakketje. Dat kan af en toe. Is per maand opzegbaar. Je kan ook een abonnement nemen. Je moet even kijken op steltoon.com. Ik word hier niet voor betaald. Maar oké. En dan kun je alles vinden wat je wil weten. En desnoods stuur je ze even een mailtje. Dat is ook altijd goed. Ik hoop dat je het leuk vond. Hier komt sowieso een review van. Want de producten... ik denk dat ze me wel gaan bevallen. En dan bedankt voor het kijken. En dan zie ik je volgende keer. Doeg!